Benvenuto! Hou jij van die enige echte authentieke Italiaanse espresso gemaakt met verse bonen? En is gemak voor jouw mensen zo belangrijk als goede koffievariatie? Dan wil je geen ingewikkeld espressoapparaat in je keuken? Zo eentje die moeilijk in onderhoud is? Kies liever voor een gebruiksvriendelijke espresso-machine waarmee je in een handomdraai een perfecte Italiaanse espresso, lungo of cappuccino maakt. De Saeco Intelia Focus met Panarello. Een panarello is een stoompijpje waarmee je melk omtovert in melkschuim, voor je cappuccino of je latte macchiato. Je hebt vast wel eens een barista en een koffiebar in actie gezien met een panarello. Het vergt enige oefening, maar echt, het resultaat is verbluffend. Drink je veel cappuccino of latte macchiato, dan adviseer ik een entelia met cappuccinatore, Of als je voor nog meer gemak gaat, een variant met vol automatisch melk de Intelia lijn is al een paar jaar op de markt en de meest verkochte espresso volautomatenlijn van Nederland. Niet zo gek, want het apparaat is erg gemakkelijk in gebruik en onderhoud en wordt daarom ook goed gewaardeerd. Dit is niet alleen mij opgevallen. Ook de Consumentenbond heeft apparaten uit deze lijn meerdere malen tot beste koop uitgeroepen. Net als Saeco komt deze Intelia Focus uit Italië. Het maken van een echte authentieke Italiaanse espresso begint natuurlijk met verse koffiebonen. De bonen doe je in dit bonenreservoir. Er past 300 gram bonen in en daarmee maak je ongeveer 40 espresso's. In het bonenreservoir vind je een draaiknop waarmee je de maalgraad kunt bedienen. Dat doe je terwijl de machine aan het malen is en je gebruikt er het bijgeleverde sleuteltje voor. Draai hem helemaal naar rechts, dan staat de maalgraad op de fijnste stand. Hoe fijner de maalgraad, hoe langer het water erover doet om door de gemalen koffiebonen heen te gaan. De smaak van de espresso wordt dan natuurlijk ook intenser. Dit klepje gebruik je als je een portie gemalen koffie wil toevoegen. Bijvoorbeeld om een decafé te maken. De waterbak zit aan de voorkant en die pak je er gemakkelijk uit. Er kan zo'n 1,5 liter water in. Je kunt een Brita-filter aansluiten op de bak. en Daarmee hou je kalk en andere vuildelen tegen. En als je een waterfilter gebruikt, ja, dan hoef je jouw Intelia dus minder vaak te ontkalken. De Intelia Focus is door het duidelijke display en de OneTouch-bediening heel makkelijk in het gebruik. Seiko heeft de perfecte Espresso en Lungo voor jou ingesteld. Met één druk op de knop maak je deze koffiespecialiteiten. Wil je twee Espressos of Lungos tegelijk zetten, dan druk je de knop gewoon twee keer in. De sterkte kun je ook zelf instellen en dat doe je met deze knop. Er zijn drie standen, aangegeven door koffieboontjes, maar ik zet hem natuurlijk op drie boontjes. Typerend voor een goede Italiaanse Espresso is de crema laag die ontstaat doordat water onder hoge druk door de espresso wordt geperst. De crema laag hoort hazelnootbruin te zijn en geeft extra smaak aan je espresso. En hoe dikker, hoe beter. De beroemde -Eco crema laag blijft nog langer op je espresso staan als je je kopje even voorverwarmt. Deze knop gebruik je ook wanneer je met de panarello stoom wilt maken om melk op te schuimen. Als je de Memo functie gebruikt, onthoudt jouw Intelia precies welke hoeveelheid espresso of lungo jij lekker vindt. De memo functie verschijnt op het display als je de espresso of lungo knop even ingedrukt houdt. Jouw Intelia maakt dan een espresso en zodra je vindt dat de ideale hoeveelheid is bereikt, druk je de knop nog even kort in. Buonissimo. Hoe komt het toch dat de smaak van deze espresso zo goed is? Dat heeft te maken met deze twee schijfjes. De keramische maalschijven die in je Intelia zitten. Dankzij de keramische schijven worden de bonen tijdens het malen minder heet en kunnen ze dus niet verbranden. Het enige wat overblijft in jouw kopje is het allermooiste van de boon. En dat wil je natuurlijk. Dat je met dit apparaat de echte Italiaanse espresso in huis haalt, dat vinden ook de kenners. Saeco is het enige merk dat het predicaat Espresso Perfetto heeft gekregen van het Centro Studia Saggiatori uit het Italiaanse Brescia. Daarmee geeft het Centro eigenlijk aan dat de espresso die je met de Saeco maakt. Net zo goed is als de Espresso die in de horeca wordt gemaakt met behulp van duurdere machines. Het kloppend hart van de Intelia is de Z-groep. Deze moet goed schoongehouden worden, maar het is niet moeilijk. Het enige wat je moet doen is de Z-groep uit de machine nemen en hem omspoelen met lauw water. Gebruik geen heet water, anders laat het siliconenvet los. De Z-groep plaats je makkelijk terug en je hoort een klik zodra die goed zit. De lekbak en de opvangbak voor de koffiekoekjes kunnen gewoon in de vaatwasser. Daar heb je dus geen omkijken naar. Wil je hem grondig reinigen en ontkalken, dan hoef je alleen het ontkalkingsproduct toe te voegen. Druk op de reinigingsknop en de machine doet de rest. Dus wil je thuis genieten van authentieke Italiaanse espresso of Lungo, gemaakt met verse bonen? En moet het vooral niet ingewikkeld zijn? Zoek je een espressomachine die makkelijk te onderhouden is? Dan is de Intelia Focus met Panarello absoluut iets voor jou. Geniet van je eigen Italiaanse creatie. Mocht jij wat aan deze video gehad hebben, vergeet dan eventjes niet op het duimpje te klikken. of dat je hem deelt met je vrienden of op social media. En wil je hem bestellen? Klik dan hier op de bestelbutton. Ja, moet je wel klikken, want dan ga je naar de productpagina. Ja, ja ik denk dat het een heel wijs product is. Ik zeg gewoon erop klikken. Ja, druk er maar op. Komt goed. Ja.